Maar waarom komt er niet een open vlakte waar tenten staan of een blokhut? Wat is dit voor raar land? Na een kleine kilometer lopen over bevroren bospaden komen ze aan bij hun onderkomen. Als de Sami rondtrekken met de rendieren, slapen ze hier. Maar meid, wat is het klein. Creatie. Ja, dan passen, nou, als de koffers uitgeklapt zijn, ben je al klaar. Gas. Creatie. Oh, het is hier lekker warm. Shut up, echt? Is het echt warm? Oh, wat is het leuk. Is de light? Ja, het is leuk. Wacht even, Zal ik je het lampje aan doen? Even goed om me heen kijken zo. Where is the fireplace? Ja, zie toch? Oh, dat is de kachel. Oh yes, and then you can put a block. Nou, I'll see you later. Ja, see you later. Even kijken, we proberen het licht aan te doen. Oh, dat is nice. Dit is nice. Zit er achter dat deurtje de koelkast met wijn? Er is geen koelkast en ook geen wijn. Hier, water. Nou ja, ik ben wel blij. Er is één ding wat ik blij mee ben, ondanks alle primitiviteit wat ik om me heen zie. We hebben een kacheltje met hout. Daar gaat het toch om? En daar gaat het om, want het juist kou is vreselijk. Zij hebben het al niet naar de zin. Hoe ziet dat dan? Ik ga naar de wc, hoe ziet dat eruit? Het toilet is buiten en niet naast hun hut. Bij hoge nood moeten ze eerst 150 meter lopen. Herdam. Nou, ga je gang. Jij is ook leer? Nee, dat is er niet. Oh nee, het is maar veel te donker. Nee, joh. Dan laat ik de deur open, maar dan moet iedereen weg. Het is wel heel primitief. Hier is geen elektriciteit of stromend water. Er kan wel worden gekookt en dat gebeurt in een authentieke Sami-keuken. Wat is dit? Oh, dan moeten we eens een kaars aan, want ik zie niks. Kijk, wat leuk met die huiden. Moet je kijken hoe leuk. Zal ik het even laten zien? Ik zie niks. Oh nee, ik vind hier veel te koud. Ik vind hier net een grot. Is dit de dinnerkaart voor te bestellen? Helaas, een bezorgmaaltijd zit er vanavond niet in. De familie moet zelf haar maaltijd bereiden zoals de Sami dat traditioneel doen. Stap 1 is een vuurtje stoken. Kijk, dat is... Oh, Maxime. Ja, vooral daaronder, hè. Vooral wat daaronder. Goed. Perfect getimed ook. Want Jurgen komt alle ingrediënten brengen en zal ze helpen met koken. Hello, Jurgen. Hi. Hello. Is the fire okay? It's burning. It's burning. Waar het vuur in ieder geval in slaagt, is het ontdooien van Martien. Ja, ik vind het toch wel heel leuk. Ja, weet je, ik moest even acclimatiseren toen ik hier aankwam. Weet je, ik ben dat niet gewend. Nee. Maar nu dat we dan toch met z'n allen zo zijn en op die huiden gaan we zo lekker zitten. En dat vuur hebben we zelf aangemaakt. Weet je, het wordt straks warmer natuurlijk, gezellig. Vind ik het toch wel weer heel speciaal. Ja. Ja. Oh ja. Yes. De mushrooms. Oh ja. So you can cut them in smaller pieces. Yes. Ik ben weer de sigaar. Yes, okay, I will do that. This is smoked reindeer meat. Mm-hmm. Yes. Quite traditional Sami, actually. It's minced meat. Minced. So, which means you have to fry it, flip it and scrape it off. Okay. Moet ik nog helpen met snijden of zo? Nou, er is maar één mes. Het is goed, weet je. Ik vind het ook weer lekker. Eventjes, toch eventjes terug in de cuisine. Waar ik natuurlijk altijd heel erg thuis voel. Dus ja, dit is thuiskomen eventjes nu. Ik vind het leuk. Ik vind het, ja, gezellig. Oh meid, ik krijg het wel naar mijn rug. Het is hier zo klein. Oké, flip deze dan. Ja, mag ook. Kan je het in Hengelo ook een keer voor ons maken, Ian? Ze zijn geen rendieren. Nou ja. Je komt er weer makkelijk vanaf. Jezus, wat een hoop vlees. Dan kan ik het een beetje met deze. Nou, kijk uit, hè, voor me. Hou hem erboven. Ik heb toch weinig vertrouwen in jullie. Oké. Nou, it's amazing. Ja, it smells amazing. Like heaven. Now the vegetables. Can I borrow them? Yes. I'm not sure if the proportion, so we can go like half first. Okay. Maxime wants to know, do you have a list of the drinks we can choose? do you have a list? Yeah, we have water and lingonberry juice. Oh, dat is echt heel lekker. Die Zweden houden niet van alcohol, heb ik al door. Nee, daarom zien ze er zo slecht uit. Nee, goed. Zweedse mannen zijn vaak wel knap, toch? Lang, blond of dat een zijn, beetje... Die zijn Noorwegen. Of, oh, dan zit ik in het verkeerde land. Nou, meid, ik zeg proost. Proost. Nou, meid, proost. Ja. Proost. Ja. Skål. 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 En
dan kunnen ze eindelijk aan tafel. Ziet het er lekker uit. Ja. Het is different than the balls from the IKEA. Ja. Ja, dit is een difference. Ja. Maar het is helemaal een special feeling. Ja, experience. Oh, a special experience. Nou, bon appétit. Oh, it's really good. It's really good, ja. Heel erg lekker. Heerlijk. Het is zo lekker. Oh. Er wordt gesmikkeld en gesmuld. Maar ze komen hier natuurlijk ook voor het zien van het noorderlicht. Ingepakt tegen de bittere kou treden ze vol goede moed hopelijk het licht tegemoet. Dan gaan we straks naar de lucht kijken. Ja, hij heeft verschoven de maan. Zie je het? De maan staat nou daar. Maar waar is dat licht dan? Oké. Het noorden is daar. Oh, daar. Nou, ik zie wel een soort gloed, maar ja. Ja, het is wel heel licht ja, daar, hè? Ja, is het licht, ja. Ja. Het is not green. Ik denk niet dat het dat is. Maar dat is allemaal van de maan, dat licht. Ja. Maar het is daar ook, hè? Ja. Nou, I don't see anything. Het is bijna min 20. Ik ga hier niet staan. Min 20? Nee, natuurlijk niet, Erika. Maar ik bedoel, er staat daar warmte. De warmte van de fireplace. What do you think? I think it's maybe small chances tonight. Small chances, but the further north you are, the better are the chances. Mm-hmm. So if you have clear skies in Kiruna, you have good chances of seeing the northern lights. Vanavond is er geen noorderlicht in de duisternis. Morgen trekken ze noordwaarts en krijgen ze nog een kans. Rest niets anders dan met extra houtblokken voor het vuur op één oor te gaan. Kom op, vlug, inside. Ja, ga. Quick. Oh, hij is ja. Off. Nee. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.